Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik voor brightmorningdew.nl een review voor jullie van de volgende twee producten. De Slim Rijst en de Slim Pasta. Dit zijn twee producten die in het dieet gebruikt worden als vervanging voor rijst en voor pasta. En ik was ontzettend benieuwd, dus ik heb 4 verpakkingen besteld, 2 van ieder. Ik heb er 2 gebruikt. Deze zijn dus nog dicht voor de review en ik ga jullie vandaag vertellen wat ik ervan vond. Ik ga beginnen met het product waar ik zelf het meest benieuwd naar was, waar ook minder over te vinden was op internet dan de Slim Rijst, de Slim Pasta. En volgens de verpakking is dit een ideale vervanging in een low calorie diet, dus in een laag calorie dieet voor pasta. Want net zoals velen van jullie denk ik, hou ik ontzettend veel van pasta, maar in een dieet is het natuurlijk niet het meest magere. Dus ik ben altijd op zoek naar vervanging. Nu doe ik vaak de helft pasta en de helft courgette. Want een dieet aantal van pasta is vaak 75 gram. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb daar vaak niet echt genoeg aan. Na een lange dag werken wil ik eigenlijk gewoon een groot bord pasta. Nou, nu weet ik dat dat niet zo goed is voor mijn bikini body. Dus ben ik altijd op zoek naar vervanging. Dat doe ik nu in de vorm van dunne reepjes courgette. Maar ik hoopte dat dit misschien deels of helemaal de pasta zou kunnen vervangen. Nou ja, laten we beginnen met mijn review. De bereiding is eigenlijk heel simpel. Je hoeft dit niet te koken of zo. Het is echt, giet het water uit de verpakking. Spoel de pasta even kort af. Bak en braad je favoriete vlees of vis. En voeg saus en groenten toe. En dan voeg als laatste deze spaghetti toe zonder te koken. En verhit het geheel nog 2 minuten. Laten we beginnen met giet het water uit deze verpakking. Ik werd op internet al gewaarschuwd. En ik ga jullie nu ook nog een keertje waarschuwen. Maar de lucht die uit deze verpakking komt, ik ga hem niet meer openmaken, is echt verschrikkelijk. Ik kan niet eens omschrijven waar het naar ruikt. Het is echt een soort van vuilnisbelt keer 10 gewoon. Het is echt super vies. En er werd gezegd, ja, als je spoelt, dan gaat het vanzelf weg. Nou, bij mij ging die lucht echt niet weg. Misschien is mijn water niet schoon genoeg of zo. Geen idee, nee. Die lucht ging gewoon niet weg. Dus dat was, dat was niet echt oké. Maar er stond ook op internet dat je niks van die lucht proeft. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus ik had ondertussen mijn saus en alles had ik gemaakt. En toen gooide ik de sliertjes erbij. En heb ik het geprobeerd. Nou ja, je hoort het misschien al een beetje aan hoe ik het zeg. Ik gooide de sliertjes erbij en zo was het ook eigenlijk een beetje. Het was pasta saus met sliertjes van dit. En misschien had ik te veel pasta saus. Misschien. Maar het is niet alleen dat. Het zijn hele dunne sliertjes. Het is niet echt pasta. Het is meer van die dunne noedels die ook bij zo'n noedelsoepje zitten. Nou, dat is zeg maar een beetje de dikte. En de structuur was niet echt mijn ding. Als je vroeger slotje hebt gehad, dan weet je wat ik nu bedoel. Maar je had van die elastiekjes dan die om je slotjes heen gingen. En die gingen wel eens kapot. En die zaten dan zo op je tong en dan, die structuur, letterlijk. Het zijn gewoon dunne elastiekjes. Het heeft geen smaak, dus het smaakt niet vies. Die lucht is inderdaad niet overgekomen op de pasta. Maar de structuur, ik vond het gewoon niet zo heel erg lekker. En het had ook niet echt goede vulling dus. Omdat het zo dun was en niet echt goed. Het was niet net zoals met pasta, dat je gewoon lekker je vork erin zet, ronddraait en echt een lekkere hap. Nee, ik moest het meer een beetje met een lepel eten. En het was saus met een beetje van die sliertjes. Dus voor mij was de pasta geen goede vervanging. Ik ga het ook niet nog een keer gebruiken. Dus mocht je zelf geïnteresseerd zijn, stuur me dan eventjes via contact in mijn blog een mailtje. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt, die mag hem gewoon hebben. Dan gaan we nu over op het product waar al best wel veel over is geschreven op internet. En dat is de Slim Rijst. Het is van hetzelfde merk. Het heeft 7 calorieën per verpakking. Deze heeft er 21. En het werkt helemaal hetzelfde. Afspoelen en dan bij je gerecht gooien. De lucht is ook hetzelfde. Daar moeten ze echt iets aan gaan doen. Maar het zal wel komen, het is natuurlijk een beetje een chemisch product. Dus daar zal ook wel de lucht vandaan komen. Maar die lucht is dus gewoon hetzelfde. En de structuur is iets anders. Het is niet echt rubberachtig. Het is meer als je chiazaadjes eventjes hebt geweekt. Dus dat ze een heel klein beetje zacht worden. Dat ze net een beetje aan het zacht worden zijn, maar nog wel een beetje bite hebben. Nou, dat is de structuur van deze. Dus ik gooide dat bij en ik heb het een keertje bij een curry gegooid. En een keertje bij zeg maar, wokgroente met een beetje woksausje. Nou, met een curry gaat gewoon niet. Het gaat gewoon drijven in die currysaus. Dus het wordt gewoon onderdeel van je currysaus. Dus
daar is het niet zo'n goede vervanging voor. Ik heb ze ook een keertje dus gegeten met wokgroenten en een beetje kip. En dan een heel klein beetje saus, gewoon meer voor het smaakje. Dus dat het niet echt een dikke saus is. En nou ja, dan is het gewoon prima maagvulling. Het heeft niet dezelfde bite als rijst. Het geeft me ook niet dezelfde voldoening als rijst. Maar het geeft je wel een beetje, net een beetje dat extra aan dat gerecht dat je wel vol zit aan het eind. Ik zal hem toch niet zo snel nog een keer gebruiken. En dat is eigenlijk de conclusie van beide producten. Voor mij is het gewoon te chemisch. De lucht zorgt er al voor dat ik niet echt meer zin heb om het op te eten. En het is gewoon te chemisch. En ik heb betere alternatieven die ook nog eens een keertje echt iets toevoegen aan mijn voeding. Die echt gezond zijn en gewoon iets toevoegen aan de maaltijd. Ik bedoel, mijn pasta vervang ik door courgette. Of nou, ik vervang het niet eens helemaal. Ik doe de helft pasta en de helft courgette reepjes. Rijst gebruik ik eigenlijk gewoon vaak zilvervliesrijst voor. Of ik doe een rijstmengsel, zeg maar rijst en een beetje quinoa of alleen quinoa. En dat voegt echt ook nog iets toe aan mijn voeding. Heeft gewoon goede voedingsstoffen en dat heeft echt mijn voorkeur. Ik begrijp dat je dit soort producten misschien gebruikt als je echt in een extreme calorierestrictie zit en gewoon overal calorieën op wil besparen, omdat je voor je bruiloft of voor je vakantie echt gewoon nog even heel snel die kilo's wil verliezen en je hebt er alles voor over en het maakt niet uit hoe het smaakt. Nou, dan begrijp ik dat je deze producten gebruikt en dan is het ook echt een prima maagvulling. Want ja, zo noem ik ze. Het is maagvulling. Het voegt in mijn optiek niks toe. En ik zou ze dan ook niet aanraden. Dus mijn eerste video review is gelijk een negatieve. Dat spijt me, maar hij is wel eerlijk. Nee, ik zou de producten niet nog een keertje kopen. Bedankt voor het kijken naar deze video review. Vond je hem nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat me even weten bij de comments. Heb je dit nou ook een keer gebruikt? En beviel het jou wel? Of vond je het ook echt hartstikke vies? Nou, laat het me echt allemaal weten bij de comments. Mocht je deze video bekijken via YouTube. Ik heb ook een blog www.brightmorningdew.nl. En daar komen 3 à 4 keer per week leuke artikelen online over een gezonde leefstijl. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Doeg!